Vandaag in alles wat groeit en boeit. Sommige mensen boeit het rooien van bomen, dat is hun vak. Sommige mensen houden van bomen. Sommige bomen kunnen helaas na een bepaalde leeftijd niet meer blijven staan in verband met de veiligheid. Zo ook hier op de provinciale weg bij Driemond, de N236. Heel veel mensen wisten op het laatste moment, blijkt pas in december, dat de bomen bijna allemaal weg moesten. Totaal 49 stuks. Uit verkeersveiligheid, uit ook wat kostenoverwegingen in verband met bomen die te dicht bij elkaar staan, waardoor de kruinen met elkaar dode takken veroorzaakten. We hebben het gevolgd voor en we hebben het gevolgd na en we hebben gevolgd tijdens dat rooien van de bomen. Ja, het was een schok dat men plotseling begon met het kappen van de bomen, want het was niet echt aangekondigd. Nee. Kennelijk heeft het op Amsterdam omgeving .nl gestaan, maar dat heb ik niet gelezen. Nee. En vandaag heb ik net info N236, ja. Dat is de provinciale weg, ja. Informatie verkregen. En daar staat het kappen van gooi- en vechtstreek aangekondigd, terwijl de bomen al om zijn. Juist, ja. Dus, heb je het te laat in de gaten gehad of, hebben ze misschien expres te laat bericht? Ik kan dat niet verifiëren, dus dat kan ik niet zeggen. Weet u ook de reden waarom ze weg moeten? Ze zijn, het zijn populieren, ze zijn zeker 60 jaar oud en dat is de levensduur van een populier, dus ik begrijp het wel. Ja. En ze zeggen dat er een zieke populieren tussen zitten en dat is natuurlijk gevaarlijk. Bij de weg dat met stormen, die we tegenwoordig wel veel hebben, dat er takken naar beneden komen op het fietspad of zelfs op de weg. En dat is ook wel gebeurd. Ja, dus, ik heb net al die stammen bekeken die doorgezaagd zijn. Ik heb geen enkele ziekte kunnen bespeuren. Op één boom na met een gaatje in het midden bij de stam. Maar alle anderen heb ik totaal geen beschadigingen gezien. Ja, ik heb er ook niet zoveel verstand van, maar ik trok dezelfde conclusie, want ik heb net even een rondje gefietst. Daar zie je inderdaad dat het er nog heel goed uitziet. Ja, maar zouden ze bang zijn dat het nieuwe fietspad beschadigd wordt door de wortels? Nou, het nieuwe fietspad is door het kappen al beschadigd. Ik weet niet of u dat gezien heeft. Er is ook aantekeningen opgemaakt, zeg ik. Ja, precies. Ja. Dus het wordt nog een keer geasfalteerd, denk ik. Ja. Om dat aan te pakken. Maar het is nog niet klaar, want aan de oever, als u goed kijkt, zijn er een aantal populieren waar een wit kruis op staat. Ja. En die gaan maandagnacht, dinsdagnacht worden die verwijderd. Ja, leuk. Dus dat wordt oordoppen in. Nou ja. Dus het wordt echt kaal hier. En ik merk het wel qua geluid. Ja. Dat heeft toch wel een dempend effect, hè? Bomen in de buurt en bladeren zitten er nu nog niet aan, maar bladeren. Dus ja, ik ben er heel verdrietig over. Je moet toch wel gaan herplanten? Ja, daar wordt her. Zegt men. Als u aan het begin bij de manege kijkt, daar staan ze, die zijn 20 jaar geleden gekapt, de hele grote. Ja. Daar zijn nieuwe geplant en die zien als behoorlijke boom uit. Okay. Dus ja, het is een snelgroeier, hè? Een populier. Dus, ja. We kunnen het nog meemaken. Ik hoop inderdaad dat ze herplant worden. Niemand heeft geprobeerd het tegen te houden. Niemand wist het. Is het een beslissing van Amsterdam of is het een beslissing van de provincie? Omdat het als eerste op de Amsterdam omgevingsapp stond, kan ik niet zeggen of waar het besluit is gevallen. Yeah.
We zijn op zoek naar Roy, dat is de uitvoerder. Die is verantwoordelijk voor dit project op 1 april midden in de nacht. En als het fout gaat, krijgt hij de schuld en hij moet ook zorgen dat alles goed gaat. En hij is dus in feite de man die alles bij elkaar houdt, inclusief de vervoerders, het zware transport, de zagers en natuurlijk de verkeersregelaars. Jij hebt het zwaarste werk van heel Nederland, of niet? Dat valt best wel mee hoor. Hey, maar jij gaat tekeer met die bomen alsof je kwaad bent op ze. Ik neem niet aan dat dat zo is, hoor wel. Nee, lekker uitleven, hè, midden in de nacht. Dat is een vak apart, hè? Ja, zeker, dat wel. Ja. En hoeveel uurtjes doe je dit achter elkaar? Normaal gesproken 8, 9. Zo, meestal s'nachts, of niet? Nee, dat niet. Nee, meestal overdag. Ja. Soms als het niet anders kan, dan doen we het s'nachts. En met hoeveel mensen doen we dit? 4 verkeersregelaars, 2 kraanmachinisten en 2 zagers. Ja. En nog 2 jongens erbij voor de ham- en spandiensten. Dus die 2 zagers wisselen elkaar af? Ja, en in die hoogwerker af en toe eens even wisselen. Aha. Dus je moet geen hoofdtevrees hebben? Nee. Dat is niet zo handig. Hey, maar is dit nou, hier moet je voor geleerd hebben? Of zeg ik dat nou weer veel te ingewikkeld? Ja, wel in praktijk. Ja. Veel in praktijk, theorie kun je hier weinig voor leren. Ja. Moet je ook verstand van bomen hebben? Ja, uiteindelijk wel. Ja. Maar ja, dat komt ook met de tijd. Want wat zijn dit voor bomen? Populieren. Juist. Ja. En dat zijn snelgroeiers? Ja, snelgroeiers. En die worden niet zo heel oud. Ja, ze kunnen oud worden, maar dan komt er gevaar boven in de toppen. Dus dan, ja. Hoe oud zijn deze ongeveer? Ik denk 70 jaar. Goed plekje hier over aan het water. Dus, Zat te goed drinken. Eten en te drinken. Ja, zo is dat. Ja. Hey, en jullie gaan niet over de herplan, neem ik aan? Nee, daar ga ik niet over. Nee. Daar gaat de gemeente over, volgens mij. Denk ik wel. Want dit is van de provincie. Deze bomen hebben geen kapvergunning nodig buiten de bebouwde kom, hè? Nee, klopt. Nee. Althans, de populieren niet? Nee, de populieren niet. En de wilgen dacht ik ook niet? Nee, de wilgen ook niet. Nee, hoe komt dat, weet je dat? Omdat er zoveel zijn en omdat er... Het is per gemeente verschillend. Dus, Nou ja, buiten de bebouwde kom, geen kapvergunning. Nee. Als ik één stammetje die te dik is in mijn tuin binnen de bebouwde kom, dan heb ik gelijk de gemeente. Klopt, maar ja, dat is binnen de bebouwde kom. Hè. Ja. Dus ze zijn nog op planten en zo en bomen. Ja. Maar dit is niet te vroeg gekapt, dit is gewoon verstandig. Dit is verstandig, vooral een provinciale werking langs het fietspad. Is gewoon verstandig. Als er iemand een tak op zijn kop krijgt, dan ben je verder van huis. Dat wil je niet hebben. Ja, dan klagen we allemaal ook weer. Ja, daarom. Tijd voor een nieuwe. Ja. Zo is dat. Ik wens jou een mooie nacht nog. Ja, komt goed. En werk ze. Ja, dankjewel. Kijk hè. April 2019, ja, het is gebeurd met de bomen. Ze hebben ruim 60 jaar mogen groeien en bloeien. En wat mij betreft, er komt een nieuwe generatie boompjes. Die gaan we straks nog even bekijken. Worden geplant, dat doet de gemeente. En wat mij betreft, tot de volgende, alles wat groeit en boeit.